HAC Hardenberg in het oranje is veel beter dan het seizoen begonnen dan vorig jaar. 4 punten uit 2 wedstrijden. De start van Kozakken Boys, 1 uit 2 is teleurstellend, maar de wedstrijdstart voor de Kozakken is goed. Pires Tavares na 5 minuten met de 1-0 voor de Werkendammers. Een fraaie knal, Sander Dames is kansloos. Van Nuland, nauwelijks 5 minuten later, is Gari de rechtsback ineens weg. Niemand van HAC heeft hem gevolgd. En Gari brengt de stand na 12 minuten op 0-2. De Boshoek is stil. Wat een ruimte voor de rechter verdediger. Iedereen in de tweede divisie weet dat hij graag opkomt. En toch krijgt hij die ruimte. Een beroerde start voor HAC Hardenberg. Het wordt nog erger. Guts denkt, ik kan heel makkelijk opruimen. Maar dat is een foute gedachte. Riley Ignacio maakte zijn eerste van het seizoen voor Kozakken Boys. De fout is van Guts. De Werkendammers profiteren. 0-3 nog voor rust. Wedstrijd beslist, zou je denken. HC-coach Gert-Jan Karsten. 2 wissels in de rust. Van der Leij en Hemming komen. Dit is van Bentum. En dit is Van der Leij in de 48e minuut. 1-3. Zou het dan? Goeie goal voor de Hardenbergers. Hoekschop van Kobussen, 20 minuten voor tijd. Gari, de verdediger van Kozakken Boys, verwerkt die bal totaal verkeerd. En Koos Werkman is mee opgekomen, de centrale verdediger. En de wedstrijd is weer open tussen 3-4 Kozakken in. Via de lat, Koos Werkman met de 2-3. En zij zijn niet meer stil. En helemaal niet als de andere invaller, Rick Hemming, 11 minuten voor tijd, de 3-3 op het bord schiet. Hij kwam over van Achilles 29 en neemt hier een geweldige vrije trap. En diezelfde Hemming maakt het wonder van Hardenberg waar in de 90ste minuut. 0-3 wordt 4-3. Hier wordt in Hardenberg nog heel lang over nagesproken. En in de bus naar Werkendam was het heel erg stil.